Amouchi, het Woodstock van Europa. We zijn in Amouchi in het Nederlands. Amengijs. Een klein dorp van 1000 inwoners in de schaduw van de Kluisberg. De rust wordt hier eigenlijk alleen maar verstoord door het aan- en afvliegen van sportvliegtuigjes op de aerodroom. Dat was helemaal anders op 24 oktober 1969. Want toen stroomden hier uit alle windstreken de meest rare wezens toe. Hippies. Met duizenden tegelijk stonden ze hier, want hier vond toen het Pop & Jazz Festival plaats. Georganiseerd door de Franse platenmaas Jean Georges Caracos. Afgekort. Ja, voor het gemak noemen ze hem de Caracos. En het idee kwam van de muziekjournalist Jean-Noël Cogge. Het festival zou aanvankelijk plaatsvinden in Parijs, als eerste grote rockfestival in Frankrijk. Maar daar was het niet welkom in de nadagen van mei 68. Er komt een verbod van het ministerie van Binnenlandse Zaken. Dus moet er verhuisd worden. Het eerste alternatief is de Belgische stad Doornik. Il y a le conseil municipal, les gens sont formidables, etc. L'armée dit on a une plaine de manœuvre, vous pouvez en bénéficier. Et le lendemain, le journal titre 100 000 hippies à tourner. Alors là, les gens se disent ah, on va violer nos filles, on va voler nos voitures, on va casser les vitrines. Les gens prennent peur. Et donc, il y a une interdiction du bourgmestre qui était absent à cette réunion et qui lui vient à Guillou, surtout pas ça. Dan maar naar Kortrijk. Maar ook dat lukt niet. Het festival landt uiteindelijk in het kleine Amouji in de provincie Henegouwen. Er is maar één week meer over om alles op te bouwen. Burgemeester André Kallebout is vol verwachting. Denk 10, 15, 16, 20.000 personen hier op 2 dagen tijd. Terwijl dat moet toch eten, drinken en slapen. Dat verbruikt toch veel. Hè? Dat is bijna een stad. Hè? Het festival duurt 5 dagen en is een onuitgegeven huwelijk van jazz, progressieve rock en hedendaags klassiek. Een combinatie die later trouwens nooit meer is vertoond. Alles mocht, alles kon, verbeelding aan de macht. Woodstock lag nog vers in het geheugen. In 1969, in 3 maanden, il y a eu Woodstock, White, Amouji, sans qu'aucun des trois ne soit en relation. C'est-à-dire que ces trois mouvements sont nés d'un même phénomène qui était un besoin que la jeunesse avait d'exprimer, de se retrouver ensemble dans un lieu gigantesque pour arriver à écouter les groupes qu'elle aimait. Et ça s'est fait, ces 3 jours de paix et d'amour, comme on a rigolé à l'époque, ça a vraiment existé. De popkant wordt georganiseerd door Cogge en daar spelen vernieuwers zoals 10 Years After, Pink Floyd, Yes, Captain Beefheart, Soft Machine, allemaal voor hun internationale doorbraak. En de grote jazznamen die er spelen zijn Archie Chep, Don Cherry en de Art Ensemble of Chicago. Heel straf is dat alle artiesten komen opdagen. Frank Zappa, de guru van de Amerikaanse underground, wordt als presentator gevraagd. Zappa dit oké, je viens. Et Zappa vient et il fait le présentateur tous les soirs, il annonce les groupes. Et comme il est guitariste et qu'il a son copain Beefheart, on se dit il va faire le bœuf avec Beefheart. Ah non 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 non, il fait le bœuf avec Beefheart, oui, quand Beefheart se produit, mais il fait le bœuf avec Pink Floyd, avec Pretty Things. Il va la veille au théâtre 140, il fait la bœuf avec Ten Years After. Il fait le bœuf avec tout le monde, avec Archie Shep, avec le free jazz, avec tout le monde. Plaats van het gebeuren is een reuze tent met een oppervlakte van 5000 vierkante meter. Er kunnen 15.000 mensen in. Ondanks het herfstweer en de gedurfde affiche zit ze 5 dagen op rij afgeladen vol. Het feest gaat onafgebroken door. Heel wat festivalgangers overnachten in de tent. Voor de inwoners van het kleine Amouji is het gebeuren een ongekend avontuur. Dat moeten ze van dichtbij zien. De lokale middenstand doet gouden zaken. Oui, les premiers jours, on venait de chez nous autres avec le camion, livrer la bière, le pisse, les limonades, ses semelles, de l'eau aussi, mais pas tellement. Alors vu que ça prenait de l'extension, on téléphonait à la brasserie et la brasserie venait directement avec le camion déverser ici. Et nous, le soir, on travaillait ici. Pourquoi? C'était pour ramasser les bouteilles de bière. Et on faisait ça vers 5h jusqu'à 8h au soir. Et le matin aussi. On ramassait les bouteilles de bière, les hippies dormaient. Et nous, nous ramassons les bouteilles de bière entre les hippies qui dormaient. Avec des brouettes. Het langharig werkschuwtuig gedraagt zich voorbeeldig. Alles verloopt vlekloos in Amouji. Op 28 oktober verdwijnt de UFO met die wereldvreemde aliens even snel als hij was gekomen. Het festival gaat de herinnering in als het Woodstock van Europa. En toch komt er geen tweede editie. Ondanks de massale opkomst blijft de organisator Jean-Georges Caracos met een financiële kater achter. Want heel veel hippies hebben niet betaald en zijn onder het tentzeil doorgekropen.
Maar in 1989 passeert Jean-Georges Caracos wel langs de kassa. Want als platenbaas scoort hij dan zijn enige pophit met De Lambada van Kaoma. Buiten wat foto's en wat bootlegalbums is er niks bewaard gebleven van die periode. Er staat hier geen standbeeld, er is geen herdenkingsplakkaat. Er zijn wel twee films, maar die zijn door Pink Floyd uit omloop gehaald wegens een rechtenkwestie. Maar de groep heeft de legendarische jam-sessie, dus Pink Floyd en Frank Zappa, hier in Amougie, toch vrijgegeven. Die staan sinds kort op hun officiële YouTube-kanaal. Zeker bekijken, mooie sfeerbeelden van Amougie.